Vervolg van het audioboek van Wie heeft God gemaakt, op zoek naar een allesverklarende theorie, geschreven door Edgar Andrews. Elk hoofdstuk begint met een korte samenvatting van dat hoofdstuk en met een verklarende woordenlijst, waarin enkele moeilijke woorden worden uitgelegd die misschien niet voor elke lezer duidelijk zijn. Daarna begint het eigenlijke hoofdstuk. Hoofdstuk 10, waarin we de aard en het ontstaan der natuurwetten onderzoeken. Zonder natuurwetten kan de wetenschap niet bestaan. Maar waar komen ze vandaan en hoe werken ze? Dat zijn diepgaande vragen, maar we beperken ons hier tot eenvoudige antwoorden bij het bespreken van de universaliteit, de elegantie, de wiskundige aard en begrijpelijkheid van de wetten van wetenschap en natuur. De atheist probeert de oorsprong van deze wetten weg te verklaren door zich te beroepen op nog hogere natuurwetten. Maar dat is natuurlijk weer een voorbeeld van een schuldparentoren. Bovendien beweren ze dat we niet in een universum, maar in een multiversum leven: in een van de mogelijk ontelbaar vele universa die allemaal weer verschillende natuurwetten hebben. Maar dat werkt ook niet. Want wat voor wetten het ook zijn, ze moeten ergens vandaan komen. Tot slot onderzoeken we Victor Stengers pogingen om te bewijzen dat natuurwetten gewoon uit het niets zijn ontstaan, om vervolgens te ontdekken dat hij twee soorten niets door elkaar haalt: de eeuwigheid voor de schepping, waarin geen materie bestond, en het fysieke of materiële ruimtevacuum. Dat zich binnen de geschapen orde bevindt. Met enige opluchting ontdekken we dat de Bijbelse hypothese van een transcendente, maar overal aanwezige God. een volledige en bevredigende verklaring is. voor zowel het ontstaan als de aard van deze wetten. Zij verklaart ook waarom we de wetten kunnen begrijpen. Konden we dat niet. Dan zou de wetenschap niet eens bestaan. En aan het begin van dit hoofdstuk staat geen verklarende woordenlijst. Een kosmisch schaakspel. Het is een spel dat al sinds mensenheugenis gespeeld wordt. Ieder van ons is een van de twee spelers in zijn of haar eigen spel. Het schaakbord is de wereld. De stukken, de verschijnselen in het universum. En de spelregels zijn wat we de natuurwetten noemen. De speler aan de andere kant blijft verborgen voor ons. We weten alleen dat hij altijd eerlijk, rechtvaardig en geduldig speelt. Maar ook dat hij nooit een fout over het hoofd ziet of zijn ogen sluit voor onwetendheid. Al dus T.H. Huxley, geciteerd in professor Huxley's Hidden Chess Player. Door R. H. Hutton in The Spectator, 11 januari 1868. We verwijderen nu de laatste laag van onze ui en kijken naar de natuurwetten. Deze wetten zijn zeer zeker niet ontstaan door natuurlijke selectie. Natuurlijke selectie is hoogstens één van de vele regels die de natuurlijke wereld vormgeven, en bovendien een nieuwkomer. Alleen al het bestaan van de wetenschap getuigt van het feit dat het universum onderworpen is aan natuurkundige wetten, die vanaf het begin van het universum al werkzaam waren. Als dit niet zo was, zouden alle pogingen om de kosmos wetenschappelijk te beschrijven of te verklaren te vergeefs zijn. Hoewel Huxley een agnost was. Hij was de eerste die deze term gebruikte, begreep hij toch dat er een spel aanwezig is en dat dit volgens vaste regels gespeeld wordt. De vraag die we in dit hoofdstuk moeten stellen is: wie of wat maakte die regels? De veelgehoorde stelling dat de wetenschap alles kan of uiteindelijk zal verklaren, is heel verdacht. Want in welke zin verklaart de wetenschap ook maar iets? Zij verklaart tussen aanhalingstekens slechts door de wetten te ontdekken die de te verklaren verschijnselen beheersen. Het zijn deze natuurwetten die het kosmisch schaakspel definiëren. Wanneer we schaken, bepalen de wetten natuurlijk de zetten die we kunnen doen, maar niet de zetten die we daadwerkelijk doen. De wetten zijn niet deterministisch. Ze bepalen de afloop van het spel niet. Zo bepalen de natuurwetten ook wat natuurkundig wel of niet mogelijk is, maar bepalen ze niet wat er zich feitelijk afspeelt binnen die veelheid aan beschikbare mogelijkheden. Wetenschappers dachten ooit dat dat wel het geval was, maar we zagen in hoofdstuk 2 dat de kwantummechanica een einde maakte aan het wetenschappelijk determinisme. De wetenschap is dus feitelijk een zoektocht naar de regels van het kosmisch schaakspel. Dat is wat de wetenschap is. Maar ook al heeft de wetenschap de natuurwetten ontdekt, die haar, dat is de wetenschap, eigen bestaan vormgeven, ze kan die wetten vervolgens niet verklaren. Met andere woorden, de wetenschap kan zichzelf niet verklaren. Waarom niet? Omdat ze dan de natuurwetten zou moeten verklaren. in termen van een ander, meer fundamenteel principe. dat zelf geen natuurwet is, zoals God of schildpadden. Maar we hoeven ons hier niet door in de war te laten brengen. De wetenschap kan bekende wetten altijd combineren, herzien, bijstellen of veralgemeniseren. We hebben dit proces van vereniging al in actie gezien tijdens de zoektocht. Naar een alles verklarende theorie. De algemene relativiteitstheorie was een succesvolle veralgemenisering van de Newtoniaanse mechanica. En de supersna-theorie kan, of misschien ook niet, uiteindelijk de tot dusver onverenigbare wetten van de kwantumtheorie en de zwaartekracht verenigen, om op die manier die wetten te verklaren in termen van een nog fundamentelere wet. Maar elke nog fundamentelere wet is nog steeds een natuurwet die zelf ook verklaard moet worden. Op een dag zou een allesverklarende theorie gevonden kunnen worden. waar alle andere natuurkundige wetten deel van uitmaken. als bijzondere manifestaties van één verenigde overkoepelende theorie. Maar de verenigde of uniforme theorie zelf moet ook nog verklaard worden of anders als vanzelfsprekend worden aangenomen. Zij die uit naam van de wetenschap het atheïsme promoten, lopen op die manier in hun val. Ze veronderstellen dat ze de oorsprong van de natuurwetten kunnen verklaren door een beroep te doen op dingen als de symmetrie van de lege ruimte, of op fenomenen als symmetriebreking of kosmische fasetransities. En dan is er een voetnoot... Een transitie is een overgang. Einde voetnoot. In zo'n geval zou een enkele, allesomvattende natuurwet uiteen moeten vallen in verschillende, afzonderlijke wetten. Iets wat mogelijk gebeurd zou kunnen zijn. toen het universum afkoelde na een oerknal. Dat is niet zo gemakkelijk uit te beelden. maar stelt u zich een zacht en glad mengsel voor. van twee verschillende vloeistoffen die afgekoeld worden totdat de vloeistoffen beginnen te kristalliseren als de kristallen van de ene vloeistof de moleculen van de andere niet kunnen insluiten zal elke vloeistof gedwongen worden zijn eigen kristallen te vormen en zal het eindresultaat een vaste massa zijn waarin de zuivere kristallen van de ene substantie verspreid worden tussen de zuivere kristallen van de andere naar analogie van dit voorbeeld Wordt er gesuggereerd dat enkelvoudige gelijksoortige wetten uiteengevallen zouden kunnen zijn in twee of meer verschillende wetten toen de temperatuur van het vroege universum daalde? Maar dat is slechts een analogie. En zelfs als zulke pogingen om de natuurwetten zoals we ze vandaag kennen te verklaren succesvol waren, zou dat helemaal niets bijdragen aan de oplossing van het mysterie. Van de ultieme oorsprong van de natuurwetten. Maar we blijven dan nog steeds zitten met moeilijke vragen als: waarom heeft de lege ruimte deze veronderstelde symmetrieën? Welke hogere, maar nog steeds natuurkundige wetten sturen de symmetriebreking of kosmische faseveranderingen? Niemand weet het precies. Wat is een natuurwet? Voordat we verder gaan, moeten we er zeker van zijn dat we begrijpen waar we het over hebben. Ik had eens een nogal surreëel gesprek met een man die me vertelde dat hij vrachtwagenchauffeur was en kook vervoerde. De kloek komt eraan. Ik herinnerde me hoe moeilijk het was om in de oorlog aan vaste brandstoffen te komen voor open vuren, zoals de open haard. Ik sprak met hem over de problemen met de brandstofvoorziening in de oorlogsjaren. Toen zijn verwarring zichtbaar toenam, besefte ik dat er iets niet klopte. Toen ontdekte ik dat hij nog nooit van kook als brandstof had gehoord. Hij vervoerde Coca-Cola, geen kookskolen. Misschien koolzuurhoudend, maar absoluut zonder koolstof. We moeten dus eerst duidelijk maken wat we met natuurwetten bedoelen. In de eerste plaats moeten we onderscheid maken tussen natuurwetten en de wetten van de wetenschap. Laatst genoemde zijn wetenschappelijke wetten, namelijk de wetten van de natuurkunde, chemie, biologie enzovoort. Zij zijn het resultaat van wetenschappelijk onderzoek door de mens. Maar de natuurwetten bestonden noodzakelijkerwijs al toen het universum begon. Sir Martin Rees verwoordt het heel mooi: Citaat. Deze vooruitgang, dat is in ons wetenschappelijk inzicht in de kosmos, is alleen mogelijk dankzij het in wezen opmerkelijke toeval dat de fundamentele natuurkundige wetten begrijpelijk zijn en niet alleen op Aarde gelden, maar ook in de verste sterrenstelsels. Niet alleen nu. Maar zelfs al tijdens de allereerste paar seconden van de uitdijing van ons heelal. Zelfs al in de eerste milliseconden van kosmische uitdijing en diep in het binnenste van zwarte gaten worden we geconfronteerd met een situatie waarvan de elementaire eigenschappen onbekend zijn. Einde citaat. Ons wetenschappelijk inzicht wordt natuurlijk uitgedrukt in wetenschappelijke wetten. Maar die weerspiegelen slechts het voorbestaan van de fundamentele natuurkundige wetten. De natuurwetten die de kosmos hebben bestuurd sinds zijn ontstaan. We kunnen het ook anders zeggen. De natuurwetten zijn of vormen een of de onveranderlijke werkelijkheid, terwijl de wetenschappelijke wetten onze vaak onvolmaakte pogingen zijn. Om die werkelijkheid te beschrijven. Het is de taak van de wetenschap om wetten te ontdekken die, min of meer nauwkeurig, beschrijven hoe het universum werkt. Zulke ontdekkingen verdiepen niet alleen ons inzicht in de kosmos, maar kunnen vaak tot ons voordeel gebruikt worden in wat we technologie noemen. Maar nog wetenschap, nog technologie zouden mogelijk zijn. Zonder de onveranderlijke grondlaag van de natuurwetten, de ultieme natuurkundige werkelijkheid die de wetenschap probeert te onderzoeken en begrijpen. We hebben gezien dat Einstein en andere vooraanstaande wetenschappers dit verschil hebben benadrukt en erop gewezen hebben dat aan al onze wetenschappelijke beschrijvingen van het universum wel eens werkelijkheden ten grondslag kunnen liggen die we niet en misschien nooit. Kunnen begrijpen. En het is mogelijk, zelfs onontkoombaar, dat de wetten en modellen van de wetenschap ons soms weg kunnen leiden van die werkelijkheden in plaats van dichterbij. Een historisch voorbeeld hiervan is het oude geloof dat licht zich voortbeweegt door een alomtegenwoordig medium, de ether. Dit idee was echt wetenschappelijk. Want het was gebaseerd op het feit dat golven zich gewoonlijk voordoen in een medium. Rimpelingen op een vijver verspreiden zich door het water, en geluidsgolven verplaatsen zich door de lucht, of een ander vloeibaar of vast medium. Maar totdat bewezen was dat dit niet klopte, verhinderde dit volkomen logisch wetenschappelijk model een juist begrip van elektromagnetische velden en straling. Sommige moderne beschouwingen kunnen net zo onjuist en misleidend blijken te zijn als ons voorbeeld van licht en ether. De wetenschap oppert een grote verscheidenheid aan wetten, principes en modellen, van specifieke grootheden als lichtsnelheid en de bewezen principes van de optica, tussen haakjes elektromagnetisme, tot wiskundige constructies als de snaarteorie en speculatieve modellen Gebaseerd op meervoudige universa die grenzen aan science fiction. Het onvermogen om onderscheid te maken tussen de natuurwetten en de wetten van de wetenschap is de reden waarom, volgens atheïsten, de wetenschap superieur is aan de theologie. In tegenstelling tot theologie, zeggen ze, staat de wetenschap open voor verandering. De fouten in de wetenschap kunnen gecorrigeerd worden, haar theorieën kunnen worden verfijnd. En haar verklarend vermogen breidt zich voortdurend uit. Ja, dat is allemaal waar, maar het toont alleen maar aan dat de wetten van de wetenschap een onvolmaakte weergave zijn van de onveranderlijke werkelijkheid in volmaaktheid van de natuurwetten. Op gelijke wijze is de menselijke theologie een zoektocht naar de onveranderlijke waarheid over God. In haar onderhevigheid aan fouten. Revisie en verfijning is algemeen bekend. Maar de geopenbaarde werkelijkheden over God zijn, als ze goed begrepen worden, net zo onfeilbaar onveranderlijk als de onderliggende natuurwetten die de wetenschap probeert te ontrafelen. Ja, er is een duidelijk verband tussen de twee. Dat gezegd zijnde, vertegenwoordigen de wetten van de wetenschap, die we bevestigen door het beoefenen van de wetenschap. Te allen tijden slechts bij benadering de onderliggende werkelijkheden van de natuur. Voor zover ze gestaafd kunnen worden door experimenten, en dat is een belangrijke voorwaarde, vergroten ze ons inzicht in de kosmos en moeten ze niet veracht worden, omdat het slechts benaderingen zijn die onderhevig zijn aan verfijning en correctie. Ze onthullen misschien niet de volheid van Gods gedachten. Maar als ze gesteund worden door experimenten, geven ze ons wezenlijke inzichten in de fundamentele wetten van de natuur. Begrijpelijkheid De wetten die het stoffelijke universum beschrijven, bevatten een aantal opmerkelijke eigenschappen. In de eerste plaats worden ze vrijwel allemaal wiskundig weergegeven. Dat wil zeggen als stelkundige vergelijkingen. In plaats van mondelinge verklaringen. En dan is er een voetnoot. Stelkunde is een ander woord voor algebra, een deelgebied van de wiskunde. Einde voetnoot. Vaak kunnen we natuurlijk wel in woorden vertellen wat de vergelijkingen zeggen, maar de wetten kunnen alleen precies weergegeven worden in wiskundige taal. Newtons wet van de zwaartekracht stelt bijvoorbeeld dat de aantrekkingskracht tussen twee voorwerpen evenredig is met het product van hun massa's gedeeld door het kwadraat van de afstand tussen de twee voorwerpen. Maar deze woorden doen niets meer dan de volgende vergelijking te beschrijven. F is g maal m1 maal m2 gedeeld door d2. Oftewel, de wet zelf is een wiskundige uitdrukking. De hele natuur lijkt te zijn opgebouwd uit wiskundige Lego. Misschien vraagt u zich af waarom mijn mondelinge weergave van de wet niet net zo goed is als de wiskundige vergelijking. Kan de wiskunde niet slechts een soort steno zijn? Gewoon een handige manier om de wet op te schrijven? Eigenlijk niet. Om iets te kunnen betekenen, moet de mondelinge verklaring uit woorden bestaan als. Is, om gelijkheid mee aan te geven, evenredig, product en kwadraat. Wiskundige taal die aantoont dat de wet in essentie wiskundig is en niet woordelijk. Het feit dat de structuur van het stoffelijke universum wiskundig is, is vreemd. Wiskunde is immers alleen een product van het menselijk verstand. In mijn jeugd was het bouwen van kristalradio's een populaire bezigheid. Kristalradio's, in Engeland ook wel snorharen genoemd, waren eenvoudige, niet-elektrisch aangedreven apparaten die de onzichtbare radiogolven in een kamer konden opvangen. Het succes hing af van het maken van een gevoelig contact tussen een natuurlijk mineraal als galenietkristal en een dunne metalen draad. De snorhaar. En dat was vaak een kwestie van geluk. Waarom kan het menselijk verstand dan op zo'n bijzondere wijze afstemmen, zo u wilt, op de kosmos met de snorhaar, die wij wiskunde noemen? Is het net als bij het kristalradiosignaal een kwestie van geluk? Of is er een reden waarom bewuste gedachten. Ons zoveel maakt met de natuurkundige structuur van het universum verbinden. Ik denk niet dat ik nog duidelijk hoef te maken dat we in de God-hypothese een kant-en-klaar antwoord hebben. Als God de schepper is van het universum en van de wetten die het besturen, en als de mens naar het beeld van God is geschapen als een rationeel, intelligent wezen, dan is het absoluut mogelijk, zelfs noodzakelijk, voor de mens om Gods gedachten te traceren of na te denken, dat is herdenken, zoals Kepler het noemde, en de gedachten van God te kennen, zoals Hawking het noemde. Als God een wiskundige is, moet de mens ook een wiskundige zijn. Maar als er geen God is en de mens een evolutionair ongelukje is, is er geen enkele reden waarom we in staat moeten zijn, om de wiskundige structuur van het universum te begrijpen, laat staan te herkennen. De symmetrie van het universum Een tweede eigenschap van de natuurwetten is tevens de basis van een groot deel van de wetenschap zelf, namelijk symmetrie. Dat is zo belangrijk dat Brian Greene in zijn boek De ontrafeling van de kosmos er het volgende over zegt, citaat, de afgelopen paar honderd jaar is er veel opschudding geweest binnen de wetenschap. Maar de meeste van belang blijvende ontdekkingen hebben één ding gemeen: ze hebben de eigenschappen van de natuurlijke wereld vastgesteld, die gelijk blijven, zelfs wanneer er een breed scala van bewerkingen op wordt toegepast. Deze onveranderlijke eigenschappen weerspiegelen dat wat natuurkundigen symmetrieën noemen. Einde citaat. Dat klinkt wat aanmatigend, maar het basisidee is zowel eenvoudig als vertrouwd. Een biljartbal is zeer symmetrisch, omdat je hem rond elke as kunt draaien zonder dat de vorm verandert, terwijl je er naar kijkt. Uit niets blijkt dat er een rotatie is geweest. Anderzijds kan een peer alleen symmetrie vertonen als hij rond een verticale as gedraaid wordt. Als je hem rond een andere as draait, een horizontale bijvoorbeeld, kun je meteen zien dat hij werd rondgedraaid. Met andere woorden, de peer heeft slechts een beperkte rotatiesymmetrie. En een vreemd gevormd steentje heeft helemaal geen symmetrie. Hoe je het ook ronddraait, je ziet meteen dat het bewogen wordt. Maar de symmetrie van voorwerpen die ronddraaien in de ruimte is slechts één voorbeeld van een veel algemener principe. Laten we dus een lang verhaal kort maken en aan het interessante deel beginnen. De symmetrieën waar natuurkundigen zich het meest voor interesseren, zijn niet die van voorwerpen in de ruimte, maar van de wetten der natuur. De natuurwetten veranderen bijvoorbeeld niet van plaats tot plaats. Je kunt een experiment uitvoeren in Londen, in Washington, Tokio, op de maan en in een ruimtestation. En je zult zien dat de natuurwetten precies hetzelfde zijn. Dat betekent dat deze wetten translatiesymmetrie vertonen. Ze veranderen niet als u zich van de ene naar de andere plaats beweegt. We kunnen die symmetrie natuurlijk alleen testen in de beperkte ruimte van het universum die voor ons bereikbaar is. Maar nu komt het interessante. Als we aannemen dat de natuurwetten in het hele universum symmetrisch zijn. Dus dat ze niet veranderen als zij van het ene naar het andere sterrenstelsel springen. Is het mogelijk om wetenschappelijke theorieën op te stellen. die testbare prognoses kunnen produceren? Einsteins' Algemene Relativiteitstheorie is hier een prachtig voorbeeld van. Die theorie heeft als uitgangspunt de aanname. dat alle waarnemers. Waar ze zich ook bevinden in het universum en hoe ze zich ook ten opzichte van de andere waarnemers bewegen, zullen merken dat alle natuurwetten onveranderd van kracht blijven. Een andere grote symmetrie is de symmetrie met betrekking tot tijd. Zoals we al eerder hebben opgemerkt, blijven bijna alle wetten van de wetenschap onveranderd als tijd wordt vervangen door negatieve tijd. Dat wil zeggen dat de natuurwetten. Wiskundig gezien onafhankelijk zijn van de pijl van de tijd. De enige bekende uitzonderingen zijn de wet van de toenemende entropie, dat is de tweede wet van de thermodynamica, en het gedrag van een obscuur kwantumdeeltje dat kaon genoemd wordt. En dat lijkt te weten in welke richting de pijl van de tijd wijst. Het vreemde geval van de kaon kan ook een andere verklaring hebben die de tijdse symmetrie niet doorbreekt. Maar entropie is zeer belangrijk omdat het de richting van de tijd lijkt te bepalen. Tijdsymmetrie is evenwel nog steeds de veelvuldige eigenschap die de natuur natuurwetten vertonen. Elegantie in de wetenschap Maar, vraagt u zich af, waarom houdt de natuur zo van symmetrie? Een moeilijke vraag waarop Brian Greene het volgende antwoord: Citaat. De wetten van de natuur zouden niet op die symmetrische manier hoeven te werken. Einde citaat. Laten we de zaken dus in een wat bredere context bekijken. Symmetrie hangt sterk samen met niet-materiële eigenschappen als schoonheid en elegantie. Het is volgens mij wel bekend dat menselijke gezichten die we mooi vinden... gezichten zijn met een volmaakte symmetrie. Zo is ook een symmetrische vaas... aangenamer voor het oog dan een misvormde vaas... en wordt een bouwwerk dat de juiste verhoudingen heeft... zoals het kasteel van Versailles... beschouwd als het hoogtepunt van klassieke elegantie. Maar drijven we nu niet langzaam af van de wetenschap? Vreemd genoeg niet. Voor wie denkt dat de wetenschap... Mechanistisch is en geen last heeft van esthetische subjectiviteit, kan het een schok zijn om te horen dat de wetenschap veel waarde hecht aan de elegantie en schoonheid van haar vergelijkingen en theorieën. Maar iedereen die zelf wetenschappelijk onderzoek heeft verricht of op dat gebied onderwijs heeft gegeven, zal onmiddellijk begrijpen wat ik bedoel. De twee complimenten die ik als wetenschapper het meest koester, kwamen van respectievelijk een belangrijke wetenschapper bij Bell Telephone Laboratories in New Jersey en de toenmalige onderzoeksleider van de Dow Chemical Company in de Verenigde Staten. Nadat ik enkele lezingen had gegeven, waarin ik een deel van mijn onderzoek had gepresenteerd, noemden beiden mijn werk elegant. Wat betekende? Dat het onderzoek in elk geval in zekere mate de eenvoud en de schoonheid weergaf van de theoretische feiten. Daar hecht een wetenschapper meer waarde aan dan aan veel andere goede prestaties. Op een conferentie in 2005, die gesponsord werd door de Amerikaanse Nationale Stichting ter bevordering van de wetenschap, NSF, citeerde Sherry Fowell. Toenmalig hoofd van het NSF-programma ter bevordering van vergelijkend onderzoek, met toestemming de volgende woorden van een deelnemende onderzoeksprofessor: Citaat. Mijn werk definieert mij. Het stelt mij in staat iets bij te dragen op manieren die geheel holistisch zijn. De logica en de elegantie van de wetenschap zijn een loftuiting aan het menselijk bestaan. Einde citaat. Deze opvallende uitspraak geeft het bijna mystieke beeld weer dat veel wetenschappers hebben van hun vak. Ze zien het als holistisch, waarbij niet alleen de koude logica van het verstand, maar de hele menselijke persoonlijkheid betrokken is, ook esthetische begrippen als schoonheid, elegantie en heelheid. Weinig wetenschappers zullen zich zo emotioneel uitdrukken. Maar de meesten erkennen wel degelijk dat de wetenschap of liever de werkelijkheid die de wetenschap probeert te onderzoeken het hart van hun menszijn raakt. Dat is ongetwijfeld wat Huxley bedoelde toen hij de kosmische schaakwedstrijd personifieerde als iets waarbij wij allemaal als individuele mensen betrokken zijn. In minder materialistische tijden zou dit erkend worden als een soort van religieus ontzag zoals toegelicht door Kepler's uitspraak dat hij Gods gedachten herdacht. En dat is precies wat wij zouden verwachten op grond van de godhypothese. Het natuurboek van de wetenschap beschrijft de aarde van de schepper van de natuur. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt het werken zijn der handen. Psalm 19, vers 2 Terwijl de Apostel Paulus zegt: Daarom dat 'geen van God gekend kan worden, in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Want 'geen van Hem niet gezien kan worden, Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit Zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. In Genesis 1, zegt God, dat de geschapen orde. Goed was. Terwijl Prediker zegt: Hij heeft alles voortreffelijk gemaakt op zijn tijd. Ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens van het werk dat God doet, van het begin tot het einde iets kan ontdekken. Salomo lijkt hier te zeggen dat mensen de schoonheid van de geschapen orde kunnen waarderen, omdat God het bewustzijn van eeuwigheid in hun hart en verstand heeft gelegd. Hij voegt er echter een waarschuwing aan toe: Wij kunnen nooit alles over alles ontdekken. Het werk van God zal altijd ons vermogen om het te begrijpen overstijgen. Hetgeen nu net de conclusie is die we in hoofdstuk 2 en 3 van dit boek hebben getrokken. De elegantie en schoonheid in de wetenschap en de wiskunde zijn een groot probleem voor de atheïst. Een blogger op het internet zegt het zo: Onlangs beleefde ik een van de heerlijkste radiomomenten toen Richard Dawkins zich stuntelend in allerlei bochten brong, toen hem gevraagd werd het bestaan van de mens te verklaren en te rechtvaardigen. Of het evolutionaire nut van alles wat maar een beetje metafysisch was, zoals schoonheid, de effecten van muziek en het zoeken naar filosofische waarheden. Dat de grens van zijn eigen wetenschappelijke rationaliteit overstijgt. Hierin kan hij, dat is Dawkins, gewoon niet overtuigen, ondanks zijn buitengewone, maar zuiver intellectuele vermogens. En dat is een terechte opmerking. De oorsprong van de natuurwetten. Goed, dan pellen we nu de laatste laag van onze wettelijke ui. De oorsprong van de natuurwetten. Waar wetenschappelijke wetten vandaan komen, is duidelijk. Zij zijn door de mens gemaakt en zijn normaal gesproken het eindproduct van het hypotheseproces dat wordt toegepast op natuurkundige gebeurtenissen en eenheden. Een reeks waarnemingen leidt tot een hypothese, een voorspelling, proeven en uiteindelijk tot een bevestiging of een weerlegging van de hypothese. Wij zijn echter niet geïnteresseerd in de vruchten van de wetenschap, maar in de onderliggende natuurwetten die de wetenschap mogelijk maken. Er zijn maar heel weinig auteurs die een verklaring proberen te geven voor de ultieme oorsprong van de natuurwetten. Ze aanvaarden het bestaan ervan simpelweg als een gegeven, als de onverklaarde en waarschijnlijk onverklaarbare grondslag. Van de werkelijkheid die de wetenschap probeert te onderzoeken en zonder welke zij niet zou kunnen bestaan. Hedendaagse auteurs als Martin Rees, Stephen Hawking, inmiddels overleden, Brian Greene en Paul Davies, die nooit bang zijn om, soms in het wilde weg, te speculeren over het ontstaan van het universum en de aard van de werkelijkheid, proberen nooit te verklaren. Of zelfs maar te bespreken hoe de natuurwetten zijn ontstaan. Ook Richard Dawkins niet. Victor Stenger is de enige uitzondering, en we zullen hem dan ook later in dit hoofdstuk nog bespreken. Ik wil even verduidelijken wat ik bedoel. Ik bedoel niet dat wetten niet verklaard kunnen worden in termen van diepere natuurkundige principes, want dat kan vaak enkele belangrijke wetten van behoud zijn bijvoorbeeld afgeleid van de symmetrieën die we hierboven hebben besproken en zijn een direct gevolg van het eerste theorema van neuter en dan is er een voetnoot een theorema is een ander woord voor stelling einde voetnoot emmy neuter 1882 tot 1935 was een Duits wiskundige die beroemd was om haar bijdragen aan de abstracte algebra en de theoretische natuurkunde. Albert Einstein beschreef haar als de belangrijkste vrouw in de geschiedenis van de wiskunde. Met het theorema van Noether kunnen natuurkundigen belangrijke informatie verkrijgen door te letten op de verschillende transformaties die de wetten onveranderd laten. We horen vandaag de dag veel over Behoud. We willen het milieu behouden, de regenbouden of de bedreigde diersoorten. In de natuurkunde worden ook veel dingen behouden. Dat wil zeggen, ze gaan niet verloren en nemen niet af als de omstandigheden veranderen. De wet van Neuter toont bijvoorbeeld aan dat, omdat de natuurwetten niet veranderen van plaats tot plaats, ze vertonen immers translatie-invariantie, de totale lineaire impuls dat is het product van massa en snelheid van een fysiek natuurkundig systeem behouden blijft. Zo leidt invariantie van de wetten met betrekking tot rotatie tot weer een andere wet, de wet van behoud van impulsmoment of hoekmoment. Symmetrie met betrekking tot tijd suggereert dat er een wet van behoud van energie is. Terwijl de rotatiesymmetrie tussen tijd en ruimte tot de speciale relativiteitstheorie leidt. Symmetrie tussen trage en zware massa resulteert in algemene relativiteit. Enzovoort. En een theorema in de kwantenveldentheorie, dat sterk lijkt op dat van Noether, levert nog weer andere behoudswetten op, zoals die van het behoud van elektrische lading. Mijn excuses voor de wat technische uitleg. Maar u hoeft de details niet te begrijpen, of zelfs de terminologie, om te begrijpen waar het om gaat. Wat het betekent, is dat de vele wetenschappelijke wetten wiskundige gevolgen zijn van de waarneembare symmetrieën van ruimte, tijd, beweging, enzovoort. Je zou zelfs kunnen zeggen dat de zoektocht naar de fundamentele wetten en bouwstenen van de natuur neerkomt. Op een zoektocht naar zulke symmetrieën in de structuur van de natuurlijke wereld. We nemen als voorbeeld de omgekeerde kwadratenwet, die van toepassing is op de zwaartekracht en magnetische en elektrische krachten, en krachtenvelden in het algemeen. Deze wet stelt dat de kracht zwakker wordt naarmate je de afstand tussen jezelf en de krachtbron op een specifieke manier vergroot. Wanneer je de afstand tussen jezelf en de krachtbron verdubbelt, neemt de kracht af met een factor 4, dat is 2 in het kwadraat, enzovoort. Om dit te kunnen begrijpen, gaan we even op bezoek bij de glasblazer, om te zien hoe hij een holle, een glazen bol maakt. Terwijl de klomp gesmolten glas uitdijdt en een bol wordt, wordt de glazen band dunner, omdat een vastgestelde hoeveelheid glas. Verspreid wordt over de groter wordende oppervlakte van de bol. Maar de hoeveelheid glas verandert niet. Die blijft altijd constant en is gelijk aan de dikte van de wand vermenigvuldigd met de oppervlakte van de bol. De dikte moet dus omgekeerd evenredig zijn aan de oppervlakte en dus aan het kwadraat van de straal. Als we het glas nu vervangen door een kracht die uit een bepaald punt tevoorschijn komt, is het duidelijk dat de kracht verdund zal worden over de oppervlakte van de bol die op dat punt is geplaatst? Net zoals het glas dunner werd bij het glasblazen. De kracht die dus op een afstand d van de bron ervaren wordt, zal evenredig zijn aan 1 gedeeld door d in het kwadraat. Dat is precies de omgekeerde kwadratenwet die we in de natuur waarnemen. Het ligt voor de hand. Dat deze wet ontstaat omdat ruimte drie dimensies heeft. Alleen in drie dimensies heeft de oppervlakte van een bol een afmeting die evenredig is aan het kwadraat van de straal. Probeert u zich maar geen vierdimensionale glasblaaspijp voor te stellen. Geweldig! We hebben nu verklaard waar de omgekeerde kwadratenwetten vandaan komen. Maar denk nu niet dat we ze. Wegverklaard hebben. We hebben ze slechts vervangen door een dieper en meer algemeen principe, namelijk de 3D-symmetrie van de ruimte. Zo had het niet hoeven zijn. Al eeuwenlang zijn wiskundigen in staat geweest om vergelijkingen te maken en op te lossen die betrekking hebben op ruimten die meer dan drie dimensies hebben. En zoals we al zagen, kunnen sommige wetenschappelijke theorieën. Zoals de snaartheorie, niet eens van de grond komen zonder de aanname dat de ruimte tien of elf dimensies heeft. Waarom zijn er dus maar drie echte ruimtelijke dimensies? En dan staat echte tussen aanhalingstekens. Wat verklaart die bijzondere symmetrie in de natuur? Niemand weet het. En als we het op een dag kunnen verklaren, kan dat alleen aan de hand van een dieper. Onderliggend principe. En een onderliggend principe is precies wat de Godhypothese ons geeft, zoals we in hoofdstuk 11 zullen zien. En het is ook precies wat de natuurwetenschap nodig heeft, want de wetenschap zal zichzelf nooit uit het moeras kunnen trekken door, tussen aanhalingstekens, het touw van de natuurwetten vast te grijpen. Maar misschien. Moeten we even blijven kijken terwijl zij het probeert? Het argument van Stenger. We hebben het er al eerder over gehad, en nu is het tijd dat we ons weer richten op de enige schrijver die beweert te weten hoe de natuurwetten zijn ontstaan. Victor Stengers uitleg gaat als volgt: Citaat: Dus waar komen de wetten van de natuurkunde vandaan? Ze ontstonden uit het niets. Ze volgen uit de symmetrie van de lege ruimte waaruit het universum spontaan ontstond. Einde citaat. Zulk trompetgeschal rechtvaardigt zeker het door hem gebruikte uitroepteken, maar ik betwijfel of het nog meer rechtvaardigt. Er kleven verschillende problemen aan Stengers bouwde bewering. Ten eerste verwaart hij niets met niets wat op zich al een intellectueel hoogstandje is. Onthoud goed dat volgens de oerknalcosmologie het universum begon als een piepklein voorwerp dat ruimte en tijd al bevatte of in zich droeg. Buiten de uitdijende grenzen van de oerkosmos was er geen ruimte of tijd. Dus laten we dit gebied buiten de kosmos leegte nul noemen. Volgens Stinger is dit de lege ruimte waaruit het universum spontaan ontstond? De lege ruimte waarvan de door hem veronderstelde symmetrieën aan de oorsprong lagen van de natuurwetten. Maar leegte nul heeft geen materiële eigenschappen, zoals symmetrieën, omdat het niet fysiek of materieel bestaat. Het ligt per definitie buiten het fysieke en het materiële universum. Het kan alleen theologisch beschreven worden, en de Bijbel noemt het eeuwigheid. We lezen bijvoorbeeld in Jesaja 57, vers 15, want zo zegt de Hoge en Verhevene, die in eeuwigheid troont. Leegte nul is het eeuwige, pre-existerende, onstoffelijke raamwerk waarin het fysieke universum begon. En dat per definitie buiten het bereik van de wetenschap moet liggen. Met zijn bewering erkent Stenger dus onbewust dat de wetten van de wetenschap een niet-natuurkundige, theologische oorsprong hadden. Maar het is zijn bedoeling helemaal niet om daar toe te geven. Hij verward gewoon leegte nul, waaruit volgens hem het universum spontaan ontstond, met een geheel andere leegte. Een leegte die zich volledig in het materiële universum bevindt. Het flexibele ruimtetijdcontinuum van de algemene relativiteit is een bestanddeel of onderdeel van de kosmos, van zijn weefsel, zo u wilt, en het bevat enorm veel lege ruimte, soms wel het vacuum van de ruimte genoemd. We zullen die lege ruimte leegte 1 noemen, om een onderscheid te maken met leegte 0. Leegte 1 wordt natuurlijk gekenmerkt door de afwezigheid van materie en energie, tenminste zoals wij die kennen. Maar er is meer met leegte 1 aan de hand dan je op het eerste gezicht zou denken. Volgens het onzekerheidsprincipe van Heisenberg moet leegte 1 kwantumfluctuaties ondergaan die leiden tot het verschijnen en verdwijnen van fantoomdeeltjes of virtuele deeltjes, die als deeltje-antideeltje-paren gevormd worden en meteen weer verdwijnen door elkaar wederzijds te vernietigen. Bovendien is volgens sommige theorieën leegte 1 eigenlijk gevuld met een oceaan van Higgsdeeltjes, waarvan het bestaan inmiddels is aangetoond. Dit Higgsveld is een soort kosmische stroop die de beweging van bekende deeltjes weerstaat en ze de eigenschap massa geeft. Maar dit heeft allemaal betrekking op de lege ruimte in het ruimtetijdraamwerk van het stoffelijke universum, een raamwerk of weefsel dat uiteraard pas bestond toen het geschapen werd. Als Stenger zegt dat de leegte symmetrieën bevat, heeft hij het over leegte één, hij kan gelijk hebben. Immers, als we aannemen dat het vacuüm van de ruimte vol zit met fantoomdeeltjes en Higgsbosonen, zou het wat gemeen zijn om te zeggen dat het geen symmetrieën kan bevatten. Wie A zegt, moet ook B zeggen. En we weten door de stelling van Neuter dat bepaalde wetten van behoud, zoals het behoud van energie, het gevolg zijn van symmetrie. Laten we voor het gemak even aannemen dat Stenger tot zover gelijk heeft in dat de natuurwetten voortkomen uit de symmetrieën van leegte 1. Wat zegt ons dat? Aangezien leegte 1 een integraal bestanddeel van de kosmos is, zegt dit ons alleen dat het bestaan van de natuurwetten voortvloeit uit het bestaan van de kosmos. Met andere woorden, ze maken gewoon deel uit van de geschapen stoffelijke werkelijkheid. Maar dat wisten we al, omdat de wetenschap zich geen stoffelijke orde, werkelijkheid, kan voorstellen die niet door regels wordt beheerst. Wetten zijn simpelweg ingebouwd in het concept van stoffelijke orde. De symmetrieën van leegte 1, als ze, ze al bestaan, dragen dus niets bij aan de verklaring van de oorsprong van de natuurwetten, want zij zijn zelf gewoon een uitdrukking of uiting van die wetten. En je kunt ook niet zeggen, zoals sommigen doen, dat er in de eerste ogenblikken van de oerknal chaos was in plaats van orde. Want wetenschappelijk gesproken wordt zelfs chaos beheerst door wetten. De ondertitel van James Gleick's boek Chaos is Making a New Science. Vertaling: De ontwikkeling van een nieuwe wetenschap. En het bijschrift op de omslag noemt het de wonderbaarlijke wetenschap van het onvoorspelbare. Ik vraag me af of het nog nodig is hierop te merken dat waar wetenschap is ook wetten moeten zijn. Het derde probleem met Stenger's theorie is dat hij de stelling van Neuter finaal verkeerd uitlegt: hij beweert dat de natuurwetten ontstaan uit de symmetrieën van leegte 1. Maar dat zegt de stelling van neuter helemaal niet. Iemand die ons het fijne van de stelling van neuter kan vertellen is John Bass, een Amerikaans wiskundig natuurkundige aan de Universiteit van Californië, die bekend staat om zijn werk over loop-kwantumzwaartekracht. Citaat: De stelling van neuter is een fantastisch resultaat dat natuurkundigen in staat stelt behouden grootheden te verkrijgen uit symmetrieën van de natuurwetten. Tijd-translatie-symmetrie leidt tot het behoud van energie. Ruimtetranslatiesymmetrie leidt tot het behoud van impuls. Rotatiesymmetrie leidt tot het behoud van impulsmoment enzovoort. Einde citaat. De stelling van Noether staat ons dus alleen toe om een nieuwe natuurwet af te leiden uit de symmetrie van bestaande wetten. Als er geen vooraf bestaande wetten zijn, kunnen we niets afleiden. We zagen bijvoorbeeld al dat als een natuurkundig systeem, ongeacht zijn locatie in de ruimte, steeds aan dezelfde wetten gehoorzaamt, de stelling van neuter aantoont dat het impulsmoment behouden moet worden. Dat is de wet van behoud van impulsmoment. Maar het natuurkundig systeem hoeft zelf niet symmetrisch te zijn. Een ronddraaiend ruimtestation behoudt ondanks zijn asymmetrische vorm het impulsmoment. Het zijn de wetten van beweging die symmetrisch zijn. De stelling van Neuter werkt alleen als de wetten al aanwezig zijn. Victor Stenger heeft zijn boek. God, een onhoudbare hypothese genoemd. Maar als u op zoek bent naar een onhoudbare hypothese, kunt u moeilijk een betere vinden dan zijn verklaring voor het ontstaan van de natuurwetten.